wordt weer helemaal gek. Knap. Hoi. Dit heb ik nog nooit echt met haar meegemaakt. En dan kan je denken, ja vet, doe gewoon een bit erin. Geef haar wat zweepslagen en we sturen gewoon bos in, want jij bent de baas. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Vandaag is het maandag en vandaag krijg ik les van Danielle. Hallo. Het is alweer even geleden, maar ja. vandaag komt Danielle weer even een video maken met haar filmploeg. En gaan we, ja, krijg ik gewoon les van jou. Gaan we het hebben over, nou ik wil nog een paar tips krijgen over vrijstressuur, maar ik wil ook heel veel leren nog over het vrijwerken. En het mooiste zou zijn als we vandaag Moos om me heen kunnen laten cirkelen. Je weet maar nooit. Nee, je weet maar nooit. Nee, maar, kan zo snel gaan. Ja, maar dat zou wel heel cool zijn. Daar zou ik naartoe willen groeien. Danielle heeft op haar eigen YouTube kanaal een hele duidelijke video gemaakt over de les die ik van haar heb gekregen. Dus ik zal gewoon kort wat beelden laten zien en daar iets over vertellen. Maar niet te veel, want als je meer wilt weten kan je het beste naar haar YouTube kanaal toe gaan. Hier proberen we Moos de zweep te laten achtervolgen. En als hij met zijn neus de zweep aanraakt, dan krijgt hij een beloning. Alleen Moos, ja, hij voelde zich niet echt uitgedaagd af en toe. Dus dan ging het uiteindelijk best goed en dan wilde ik dat hij ging draven. Maar even later had hij veel minder energie. En dat kwam eigenlijk omdat ik zelf niet zo enthousiast aan het doen was. En ik zelf hem meer moest uitdagen op een juiste manier. En hem ook veel meer moest belonen. Want als Moos wilde, kon hij gewoon gras gaan eten aan de zijkant van de bak. En dat is natuurlijk veel leuker en interessanter dan wat wij aan het doen waren. Omdat hij het nog niet helemaal snapte. Als hij dan enthousiaster werd, dan ging ik hem extra veel belonen. En dat hielp echt heel erg enorm. En ook als ik zelf heel erg ging roepen van, oh Moos, wat ben je knap en geweldig. Dat helpt echt super goed bij hem. Even later gingen we ook wat vrijstressuur doen. En gingen we gewoon met de buiging en het compliment werken. En heb ik ook met Noora geprobeerd om een beetje het begin van de Spaanse pas te maken. Maar daar zijn we nog niet zo ver mee. Dus daar moet ik nog lekker mee aan de slag. Maar ben je nou benieuwd naar een betere uitleg en meer beelden van de les? Ga dan even naar het YouTube kanaal van Danielle, want daar kan je een uitgebreidere video over de les vinden. Het is alweer de volgende dag. Ik sta hier bij Noora en eigenlijk moet ik even kort iets vertellen over morgen. Want ik ga nu gewoon alle twee de paarden rijden. Met Noora ga ik allereerst naar het bos toe. Daarna ga ik Moos even rijden. En ik vind het wel belangrijk dat ze alle twee even beweging krijgen. Omdat Noora ook wel even stal dicht doet. Noortje, inrichten. Ja, goed zo. Praat even je hoofd naar binnen. Goed zo, dank je. Maar ik vind het wel belangrijk dat ze alle twee te rijden vandaag. Want Noora moet echt even vanwege haar pace wel beweging krijgen. Want dat is nu juist heel goed. Moos, die moet even beweging krijgen morgen. Ja, gisteren heeft hij dan vrijstressuurles gehad, dus dat was niet heel fysiek zwaar. Maar morgen gaat hij mee naar de kliniek. Waarom? Is omdat ik heel graag zijn rug wil laten controleren, want hij heeft nu al anderhalf jaar best wel veel moeite met de linker galop. En ik wil gewoon heel graag weten wat hier precies aan de hand is. Maar morgen zal ik daar eventueel nog wat meer over vertellen. Het is nog niet de volgende dag, want ik wil even kort iets vertellen over Noora. Vorige week ging ik met haar naar het bos en toen werd ze helemaal gek van de vliegen, van de muggen. Waren er echt superveel, ze werd er echt heel gek van. Ik kon er nog wel onder controle houden, maar alleen als we gingen draven door het bos. Dus ik heb mijn lesje geleerd, want nu heb ik dus een vliegendeken opgedaan. Alleen we zijn nu dus al aan het uitstappen, want Noora die werd net helemaal gek toen we naar het bos gingen. We waren nog niet eens in het bos en ze werd gewoon best wel gek. Daar heb ik ook wel beelden van. Daar zal ik wat van laten zien. Hey, het is goed. Nee, niet eten. Hey. Ik wil met Noora naar het bos toe. En ik had een vliegendeken opgedaan, want ze werd laatst helemaal gek van de vliegen en muggen. Maar ze wordt weer helemaal gek. En nu is het zo erg dat ik wel even met haar terug ga lopen. Dit heb ik nog nooit echt met haar meegemaakt. In de 6 jaar dat ik haar heb. Dus we gaan gewoon even terug. Ze wordt echt een beetje... En nu doet ze het oké, maar ze staat de hele tijd te stampen. Dus die vliegen zitten op haar benen en die willen dan niet af. En dan wordt ze echt gek. Hoho, even... Ja, is het goed zo. Oh. En ook wil ze ondertussen het gras hier eten. Dus dat is al helemaal een gekke combi. Noora, even rustig. Wij gaan gewoon naar de bak toe. Want kijk, ik kan nu wel naar het bos toe, maar dan wordt ze gek. En ze heeft een peesblessure, dus ik kan haar niet echt die gekke dingen laten doen, zeg maar. Noora had wat muggen op de benen en die kon ze er gewoon echt niet afkrijgen. En ze draaide om en ze wilde bijna naar huis rennen, dat voelde ik. En dat heeft ze echt al jaren niet meer gedaan. Dus ik had ook zo van, wat is er aan de hand? Dus ik heb er toen voor gekozen om terug te gaan en maar in de bak te rijden. En dan kan je denken, ja fan, doe gewoon een bit erin. Geef haar wat zweepslagen en we stuurden gewoon bos in, want jij bent de baas. Dan denk ik, nee, dat ga ik niet doen. Want Noora ken ik al super lang. Als er echt iets aan de hand is,
dan laat ze het mij weten. En ik ben haar baasje, maar ik ben ook haar vriendin. En je luistert naar elkaar. Ook een goede baas luistert naar zijn onderdaan. Dat is niet het juiste woord, maar luistert naar degene die leidt. En Noora had wel echt een soort van in een paniek. Dus ik heb geluisterd, we hebben nou in de bak gereden, nu is het goed. Dus ik moet nog even iets verzinnen op die muggen, want ja, ik heb nu dus al vliegdeken. Maar ik moet dan ook iets voor de benen hebben. Of ik moet gewoon hopen dat de muggen weggaan. Vandaag is het dan eindelijk de dag dat ik met Moos naar de kliniek toe ga. Ik heb hier echt een paar maanden naar uit zitten kijken, omdat ik er al een paar maanden over zit na te denken. En nu gaan we dan eindelijk erachter komen, hopelijk, wat er met Moos aan de hand is. Ik sta nu naast mijn trailer, want ik ga Moos hier zo meteen inladen. Ik ga hem eerst dus even goed zetten. En daarna ga ik hem inladen en dan gaan we hiermee op pad naar de kliniek. Ik ben heel benieuwd wat er uit gaat komen. En als het goed is, als jullie deze vlog kijken, staan er al 1 of 2 video's online over het bezoek aan de kliniek. Ben je benieuwd hoe het allemaal is gegaan? Ga die video's dan kijken, want daarin wordt vast een heleboel uitgelegd. En ik zal in deze video even een hele kleine samenvatting erin stoppen, maar niet alles, want als je gewoon het echt goed wil weten wat er aan de hand is, tenminste ik hoop dat dat eruit komt, moet je die video's even gaan kijken of video. Dan ga ik even de trailer klaarzetten en dan zien jullie zo meteen een stukje van het bezoek aan de kliniek. Ik instap. Hij is in de zijde van de beheers, Kan het niet al voor de goede voeding komen? Door goede voeding kan het al, wordt het al beter, absoluut. Ja. Alleen goede voeding wil ook zeggen dat hij voedingsstoffen krijgt om spieren aan te maken. Ook hier kun je zien dat hij eigenlijk allemaal een heel rustig beeld geeft. Gewoon een normaal beeld zonder echt afwijking. Dus de afwijkingen die we hier zien, heeft hij omdat hij iets anders wil ontzien. Hij doet het echt vet goed. Ja. Hij doet het echt goed. Waar heb je hier? Je hebt gewoon heel veel apparaten. Ja. Vandaag is het zaterdag en ik wil jullie iets heel interessants laten zien. Bij mij op stal maken ze zelf hun hooi. En hierachter zijn ze nou bezig met het hooi in te pakken. Ze hebben het nou een paar dagen geleden hebben ze het gemaaid. Toen hebben ze het laten drogen, een paar keer omgeschud en alles. En nu gaan ze het allemaal inpakken. Misschien dat ik het iets beter kan filmen, want nu zie je het alleen bij mij op de achtergrond. Hier zie je dan allemaal rijtjes met hooi. Dat gaan ze dus zo meteen nog in doen. Dan heb je daar al die pakken en daar zit het al in. Dat halen ze dan op met een van die tractors of trekkers, sorry, ik mag geen tractor zeggen van mijn volgers. Als ik tractor zeg, dan zegt iedereen, nee, het is een trekker. En dan als het allemaal weg is, dan laten ze het weer opnieuw groeien. En dan begint het verhaal weer van vooraf aan. Dan maaien ze het als het lang genoeg is. En Noora en Moos zijn trouwens buiten. Die heb ik daar op het groene weilandje gezet. Want dit is eigenlijk hun zomerwei, maar die is al helemaal kaal. Dus ik heb ze nu even daarop gezet. En dan ga ik even hun stallen doen. En kunnen zij ondertussen even eten. En het is gewoon even later, misschien een uurtje. En je ziet het verschil. Ze zijn een heel stuk verder met het inpakken en ze zijn er nu nog steeds mee bezig. Het ziet er echt zo cool uit. Ja. Ja, hij is klaar. Dan gaat hij naar beneden en dan gaat hij naar het volgende bak. Nou,
Nou, zo gaat het dan. Die gaat naar beneden en dan gaat hij weer naar de volgende. Ik zit nu op Moos en het is vandaag de derde dag dat we een half uur lang moeten stappen. En ja, ik ben hem nu gewoon aan het uitstappen, terwijl we hebben alleen maar gestapt. Maar ja, ik ga nu gewoon terug naar zijn stalletje toe om daar af te zadelen. En ik ben heel blij dat we vanaf morgen weer wat mogen draven. Want ja, Moos en ik zijn niet echt gemaakt om een half uur lang te stappen, 3 dagen lang. En Moos, we houden meer van avontuur, sensatie en afwisseling. En niet alleen maar het saaie zelfde rondje rijden. Ja. Dus ik ben heel blij dat morgen dat we weer wat meer mogen. Ik heb net Moos weer zijn pijnstilling gegeven. En ik zal even laten zien. Want ik vind ze, of ik zal eens iets laten zien. Ik vind zijn rug vandaag echt heel erg meevallen. Als je zo kijkt, je ziet hier dan die bolling. En hier het kleine deukje. Het valt ontzettend mee vandaag met hoe bol die is. Dus ik hoop dat het de goede kant op gaat. Maar ja, dat zien we pas echt over een maand, hè Moos. Vandaag is het zondag en eigenlijk had ik vandaag een working equitation clinic waar ik aan mee zou doen om gewoon zelf meer te leren over working equitation. Helaas heb ik die af moeten zeggen omdat Moos natuurlijk nog een beetje moet herstellen van bezoek aan de kliniek. Of ja, de dierenarts had gezegd dat ik het een beetje rustig aan met hem moest gaan doen. Dus ik heb die gewoon afgezegd en dat vind ik toch wel jammer. Maar aan de andere kant, het is vandaag ook wel heel warm en met dit weer had ik Moos graag niet op de trailer gehad en ook... had ik niet zo graag en niet zoveel zin gehad in om te gaan paardrijden. Want vandaag geef ik Moos ook gewoon een dagje rust. Ondanks dat dat eigenlijk niet in ons schema staat. Maar ik denk dat dat wel gewoon kan. Ja, het is gewoon eigenlijk veel te warm om nou te gaan rijden. En ik kon alleen maar op dit moment. En het is nu volgens mij bijna 4 uur. Naar 4:30. Dus het is super warm. Maar ik sta nu trouwens bij mijn trailer. Want ik ga hier even allemaal lekker weer spullen inleggen. Zoals voer, want dan kan gewoon makkelijk hierin. Of andere horse agility spullen ga ik hier achterin leggen. En dan ga ik zo meteen Moos en Noora uit Weiland halen en dan ga ik ze lekker badderen, een beetje afspoelen en dan laat ik ze zo meteen rollen. Want dan vinden ze vast heerlijk met het warme weer. Oké, dit gaat echt heel lastig met 1 hand, dus ik ga het even met 2 handen doen. Goed zo! Knap! Hoi! Graaf! Zo! Ja, alsjeblieft! Moos! Ik wil even Noora filmen. Knap Moos! Doetje! Ho ho ho, hey hey hey! Noora vindt het niet zo leuk als ik in de buurt kom als ik ga rollen. En Moos, ging eens ook eens weg. Oh. Mau. Mau. Goed van jou. Ik ben nu thuis en ik ga zo meteen lekker in de tuin zitten. Omdat het echt fantastisch weer is. Om niet om te paardrijden, maar wel om lekker te chillen in de tuin. En ik wil nog even hebben over Noora. En over wat zij nou had met die muggen. Ze had er echt heel erg last van. En ze heeft er ook meer last van dan Moos. Die muggen gaan ook veel meer op Noora zitten dan op Moos. Dus ik heb Noora nu ook een vliegendeken opgedaan. Omdat zij zo erg last heeft. Ook in het weiland. Dat ze gewoon niet stil kan staan. Omdat die muggen dan op de benen gaan zitten. En dan probeert ze die eraf te halen door te gaan draven en zo. Eigenlijk is dat best wel zielig. Dus ze heeft nu dus een vliegendeken op. En Moos trouwens ook gewoon voor de zekerheid. En het gaat daardoor gelukkig stukken beter met Noora. Ik heb ook aan jullie gevraagd of jullie nog tips hadden. Voor vliegensprays of muggensprays of wat dan ook. Of andere tips voor muggen. En ik had best wel wat binnengekregen. Zo had iemand gezegd dat je knoflookpoeder aan je paard moest geven. Maar iemand anders zei weer dat je dat niet moet doen. En iemand zei ook weer, ja, je hebt bepaalde koeiensprays. Dat is dan tegen vliegen voor koeien. Die kan je weer gebruiken. En er zijn ook nog heel veel andere sprays. Dus ik ga zeker even kijken of ik daar iets mee kan doen. Met Moos ben ik nog bezig met het revalideren en het trainen. Dus pas over een maand kan ik echt zeggen of de behandeling van en het bezoek aan de kliniek heeft gewerkt en geholpen. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. En dan was dit eigenlijk de video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je dat nog niet hebt gedaan. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei! Nothing can break me.